Hoi, ik ben Nienke, ik ben 36 jaar. Ik heb een zoontje van 6 die bij mij hier woont in mijn flat in Vathorst. Ik heb een redelijk intens verleden met vele trauma's. En de gevolgen van deze trauma's die hebben gezorgd voor complexe posttraumatische stressstoornis, CPTSS, en een eetstoornis. En daardoor is het, het leven en het dagelijks leven erg ingewikkeld. En heb ik gezocht naar een oplossing om een terugval te voorkomen en dus langdurig eigenlijk weer te kunnen leven. En ben ik uitgekomen op een assistentiehond. En een assistentiehond kan mij helpen om een terugval te voorkomen en stabiel te houden. Hey, en wat is een assistentiehond precies? Hoe kan ik me dat bij voorstellen wat hij doet? Ja, een assistentiehond die zorgt er eigenlijk voor dat op momenten dat je een herbeleving bijvoorbeeld hebt, of dat je trauma, dat hij jou daaruit haalt en jou sociaal, emotioneel ondersteunt en begeleidt. En daarnaast bijvoorbeeld als je naar buiten gaat en in de supermarkt gaat en ik vanwege de eetstoornis producten ga vergelijken en te lang daar sta en stress ondervind, kan hij me meetrekken van joh, het is genoeg. En dan kom je er dus eerder uit. Hey, en zoiets wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar? Nee, een ADL-hond of blinde geleidehond, dat is een hele bekende. Die worden wel vergoed door de zorgverzekeraar, maar een assistentiehond niet. Dus dat is eigenlijk psychiatrie. Ja, en je hebt een flink bedrag nodig, neem ik aan. Ja, helaas wel. En heb je al wat aanvragen lopen? Of hoe ja, gaat ik dat? Heb de WMO lopen en de WMO, die, daarmee gaan zij onderzoeken of het inderdaad een duurzame oplossing is. Aan de hand van mijn verhaal, van de therapeuten. Dus ze gaan echt kijken van wat is de meerwaarde. Dus jouw oproep aan de inwoners van Vathorst en omstreken is van doneer alsjeblieft. Ja, dan heel kan graag. ik beginnen met het traject om de assistenthond op te leiden. Ja. En in huis te nemen. Precies. En dan hoop ik dat het goed beter gaat. Ja, en inderdaad. Dus het doneer graag. En altijd komt het geld ten goede van een assistentiehonden, ook al zou er bij de WMO wat uitkomen. Dan gaat hij alsnog naar de stichting Wultersmekken, waarbij dus anderen geholpen worden met ook een assistentiehond. Oké, Nienke, dankjewel en heel veel succes. Yes, dank je.